Nocturnal Animals. Ja, de nieuwe film met Amy Adams en... Ik ben zijn naam kwijt. Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal, oh my god. Michael Shannon. Opeens was het blanco hierboven. De nieuwe film van Tom Ford. Ja, Tom Ford, de modeontwerper die regisseur is geworden. Ja. En ook nog steeds modeontwerper is. Iman, wat vond je van Nocturnal Animals? Oh, we moeten even zeggen waar die over gaat. Ja, het gaat over een vrouw, Amy Adams. Ze krijgt een manuscript van een boek van haar ex-man. Mm-hmm. En dat is een beetje een vaag boek. En daardoor raakt ze een beetje geobsedeerd. Mm-hmm. En denkt ze terug aan haar relatie met hem. Het is eigenlijk de film, zij leest het boek. En ze denkt terug aan de relatie. En we zien het boek gevisualiseerd. Ja. En het is een soort van metafoor voor hun relatie. Ja. Dus het is niet. Het gaat niet echt over een relatie. Het is complex. Is heel het, complex. Ja. Kunnen we ook niet beter uitleggen dan dit, nee, denk ik. Nee, het gaat over een vrouw die een boek leest. It's violent and it's sad. And he dedicated it to me. Did you love him? I did something horrible to him. Ik vond het fantastisch. Ja. Ik ga meteen zeggen, ik geef hem een hartje. Ik vond het een fantastisch film. Ga dit kijken. Grote kunst. Ja, het is prachtig. Kunst met hoofdletter K. Ja. Ja, en dat is vooral, mag dat op het konto geschreven worden van Tom Ford. Oké, dan gaan we. Ja. Jasper, ik geef je nu een minuut de tijd om alles te vertellen wat jij over Tom Ford wil zeggen. Wat ik over Tom Ford wil zeggen? Oké, nou, Tom Ford is voor mij is een auteur. Ja. Even kort, wat is een auteur? Een auteur is een filmmaker die een hele persoonlijke stempel op de film drukt, zeg maar. Tarantino is een auteur. Fellini is een auteur. David Lynch is een auteur, weet je wel. Je gaat omdat je gaat kijken voor de regisseur. Mm-hmm. En Tom Ford is een nieuw auteur. Hij heeft nu twee films gemaakt, A Single Man en deze. En hij heeft zo'n unieke, visuele, krankzinnige stijl met zoveel oog voor detail, voor mode, voor kunst, voor landschap, voor architectuur. Het is ongelooflijk gedetailleerd. En zonder te willen karakteriseren, Tom Ford is homoseksueel, openlijk. Een van de weinige openlijke homoseksuele regisseurs. En dat zie je in deze film. En dat vind ik prachtig. Ja? Dat vind ik prachtig, want het gaat namelijk niet over homoseksualiteit. Het is gewoon een kijk vanuit een ander perspectief op de wereld. En dat vind ik gewoon heel mooi. Mooi. Ja. Het was iets meer, maar ik ben het helemaal met je eens. Ja? Ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat je alles hebt verteld. Met het enige ding wat ik mis is dat hij inderdaad visueel perfect is. Mm-hmm. Maar dat hij ook eigenlijk, hij kan ook heel goed acteurs regisseren. Ja, zeker. Dat doet hij gewoon echt fenomenaal. Hij is echt heel goed. Ja, en nu heeft hij natuurlijk het voordeel dat hij met de crème de la crème werkt. Laat ik beginnen met, niet de voor de hand liggende keus, maar met Jake Gyllenhaal. Die vond ik namelijk heel tof. Ja. Die is zo anders, vond ik dit een keer, dan wat ik van hem gewend ben. Mm-hmm. Hij is sympathiek, hij is kwetsbaar, hij is heel, heel zwak. En ik geloof het van, want we hebben hem al gezien als soldaat, we hebben hem al gezien als een soort van psychopathische puber. En nu is hij gewoon een keer echt een normale man. Mm-hmm. Het is gewoon een hele normale vader. Ja. En dat doet hij zo tof. Dat doet hij echt heel goed. Ja. En natuurlijk, Amy Adams speelt speelt ze de hoofdrol. Het is moeilijk te zeggen wie nou eigenlijk de hoofdrol. Ja. Zij speelt wel de hoofdrol, maar minder screentime denk ik. Minder screentime, maar ik zou haar wel de hoofdrol spelen. En ze is natuurlijk heel goed. Amy Adams hebben we laatst ook al even Arrival gehad. Ja. We hebben gezegd zelfs, laat haar nou eens een keer een Oscar winnen. Ik ben bang dat ze voor beide rollen geen Oscar gaat krijgen. Nee. Niet omdat ze niet goed is, maar omdat het beide hele ingetogen, subtiele rollen zijn. He was a writer and I didn't have faith in him. I panicked and I did something horrible to him, something unforgivable. Really. En dan is er nog Michael Shannon. Ja, oh man. Michael Shannon is een grote acteur. Hij is de sheriff, mm-hmm, of hij is de politie. In het boek. De detective en in het boek. En hij rookt checkies en hij is mager en hij is boos en hij is macho. Ja. En hij is awesome. Hij is awesome. What you got to say about this man's wife and daughter? I don't know nothing about that. I've never seen him before in my life. What you gonna tell me about Rain Turk? Who? Who? What are you, an owl? You an owl, Lou? I never heard of him. You never heard of him? No, sir. All right. En dan heb je nog Aaron Johnson. Aaron Taylor Johnson die Kick-Ass speelde. Oh, natuurlijk.
Die is ook goed. Die speelt de slechterik. Die is een hele vuile, nare gast. In een hele nare scène. Oh my god. Die maar doorgaat en doorgaat. En dat is deze film ook. Ja. Dit is een film die blijft hangen. Ja. Dit is een film dat je voornamelijk ook die scène, die echt gewoon de hele film lang door, maar die is echt fucking naar. Ja. Die vind ik echt... Ja, ik die heeft zoveel impact op de film. Holy crap. Ja. En het heeft de meest verontrustende openingstitels ooit. Oh ja, dat is iets. Hele vieze, dikke wijven die naakt aan het dansen zijn. Ja, die was ik alweer, ja. Had ik ook alweer een beetje verdrongen inderdaad. Ja, dat is waar ook, ja. Dat is heel waar. Ja. Maar wel heel tof. Het zit meteen in de toon. Ja, het zit meteen in de toon. Zo van Lynch Fellini is het, hoe het begint. Ja, maar deze film blijft je bij. Dus als je denkt, goh, ga even gezellig naar de film met een paar vrienden en daarna gaan we leuk een biertje drinken. Niet deze film doen. Nee, het is een zware film, maar hij is prachtig. Het is prachtig. Visueel meesterwerk. Ja. Niet voor iedereen. Nee. Maar ik, namens mij, ik kan iedereen aanbevelen. Ik zou zeggen, iedereen moet deze film gaan kijken. Ja. Maar ja, maar okay. als purist, als liefhebber, kun je dit niet missen. Nee, precies. Want er is een nieuwe grote regisseur in de picture. Precies. En dat is Tom Ford.